Goedendag, ja, dat je in de donkere uurtjes ook fraaie weerfoto's kan maken. Nou, dat uh, laat Tessa Mané wel uh, aan u zien vanavond uit Rotterdam. Kijkt u maar eens mee, echt een hele mooie foto. Een keer een andere uitgangspositie gemaakt vanaf de Euromast. U ziet hier zo ook. Ja, de Erasmusbrug. Echt een, een tof plaatje. Nou, ik ga u meenemen naar de komende avond en nacht. En dan blijft het grijs in het Rijnmondgebied bewolkt. Soms kan er een beetje motregen vallen. Het gaat om kleine hoeveelheden. Temperaturen 10 tot 12 graden. Dus het blijft maar zacht en dat bij een zwakke oostenwind. Nou, morgen begint de dag in ieder geval met bewolking. Het is grijs, misschien ook een spatje motregen. Maar in de loop van de dag volgen vanuit het zuidwesten opklaringen. Komt de zon dus ook af en toe tevoorschijn. De temperatuur klimt naar maximaal 17 graden. En daarbij waait een zwakke tot matige zuidoostenwind. Nou, vrijdag en zaterdag wordt het zelfs... Was nog wat zachter dan morgen. Kijkt u maar eens mee. Temperaturen van 18 à 19 graden. Moet niet gekker worden. Geregeld zon. Zaterdag zelfs flink wat zon. En het blijft erbij ook overal droog. Nou, pas zondag. Dan krijgen we te maken met een toenemende kans op een bui vanuit het westen bij een temperatuur van 16 graden. En maandag dan tenslotte is het regenachtig en 15 graden. Nou, normaal gesproken hoort het overdag een graad of 12 te zijn. En u ziet het goed, dat hebben we nu s'nachts. Dus ja, het is echt veel te warm voor de tijd van het jaar. Nou, Ten slotte nog deze fraaie plaat van Mark van der Stelt uit Strijen. Natuurlijk van ons eigen Rotterdam. Wat een prachtig plaatje. Nou, maakt u ook mooie weerfoto's? Stuur ze in naar weerfoto@rijmond.nl. Nog een prettige dag!